Ik denk dat onderschat wordt hoe weinig mensen weten van 4 en 5 mei. Jongeren, veel mensen in bepaalde gemeenschappen die niet oorspronkelijk uit Nederland komen. Voor hen is zo'n bijeenkomst, voor hen is zo'n maaltijd. De maaltijden die niet alleen hier in het centrum, hier in Felix Meritus, maar in Noord, in Oud-West, in Bosselommer. Er zijn 200 maaltijden inderdaad vandaag. Ik heb het even opgezocht. Dat is waar het om gaat. Dat is waar het om gaat. Dat is waar kennis wordt uitgewisseld. Dat is waarin geschiedenis wordt uitgewisseld. Dat is zoals mevrouw Erik zei. Dat is waar vrijheid gevierd wordt. Niet alleen met muziek en dans, maar ook in woord en gebaar. Dit zijn de rituelen, in mijn ogen, die we nodig hebben om 5 mei invulling te geven. Om 5 mei levend te houden. 5 mei echt te laten zijn wat het is. Denken, gedenken van vrijheid. De aanleiding voor dit praatje is eigenlijk een bijeenkomst in Boedapest. Er staat een aantal jonge mensen bij van rond 1920. En op een gegeven moment kwam de vraag aan de orde: hoe definiëren jullie Europa? En toen was er een Italiaanse historicus van een jaar of 70, erudite man, fantastisch. En die zei: no war. En toen dacht ik, dat kan dus niet meer. Het is waar, maar die jongens en meisjes van 18, 19, daar kun je niet van verwachten dat omdat jij als academicus daar alles van af weet en ook nog in jouw familie verhalen hebt meegekregen over de oorlog, dat je daarmee het grote vrijheidsbrengende concept Europa een dienst hebt bewezen. En je hebt zeker niet de jonge generatie een dienst bewezen die nieuwsgierig op zoek is naar mogelijkheden om hun burgerschap invulling te geven. En die er ook recht op hebben dat in politieke termen tot uitdrukking te brengen, op welke manier dan ook. En die daar ook klaar voor zijn. Dus in zekere zin reken ik bij deze af met nog betrekkelijk gangbare ideeën over vrijheid, over vrede en burgerschap. Maar ik noem dat in mijn subtitel een hoopgevende relatie. Ik ben van mening dat Europa vrede, vrijheid en burgerschap in één interdependentie bekeken moeten worden. En de titel van mijn lezing heb ik dus gegeven, wat me daar te binnen schoot: wie in vrede is geboren, wat al die jonge mensen zijn, zeker in West-Europa, mist de oorlog niet. Een al dan niet zelf benoemde nomenclatura hebben we niet meer. In geen enkel land in Europa. En dat maakt de weg vrij voor een zekere bewegingsruimte van het individu. De verantwoorde burger moet op zoek, moet het als het ware zelf bij elkaar harken. Moet zijn eigen werkelijkheid creëren door informatie op alle mogelijke plaatsen en momenten te verzamelen. Nadeel daarvan is dat het natuurlijk niet een soort centraal comité voor meningsvorming is, dat dan precies ziet waar de goede ideeën gevormd worden en waar de minder goede ideeën een draai om de oren moeten hebben. Dus vooruitgang, zou ik zeggen. Die vrijheidslezingen zijn ook op zichzelf blijken van dat de burgers zich graag mengen in het debat, dat zij eigen opvattingen concipiëren, construeren. En ook hier vandaag is eigenlijk een thema waarover ik nu spreek, maar dat frequent in allerlei nuanceringen in vele media te vinden is,
is ook weer aanleiding om daarop te reflecteren. Kortom, de tijd van paternalisme, ook in verlichte vorm. Dus het verlicht paternalisme van een zekere schrijvende nomenclatura, dat paternalisme komt niet meer terug. Ook dat is vooruitgang. De periode na de oorlog werd gekenmerkt, ook in de jonge, nieuwe bondstaten, maar ook in Vlaanderen en dus zeker in Frankrijk, door nog steeds het weer installeren van een constructie waarin van bovenaf de juiste opinies op de bevolking konden nederdalen. Ik ben dus buitengewoon blij dat die periode nu achter ons ligt. Hoe bedreigend ook voor de ontwikkeling van een bloeiende civil society en een levenskrachtige democratie, over enige tijd zal blijken dat het hier achterhoedegevechten betreft. Het morele en politieke gezag behoort niet meer vanzelfsprekend toe aan een geprivilegeerde bovenlaag. De burger is een eigen maatstaf geworden. Paradoxaal genoeg zou de hoge vlucht die kennisvergaring via internet neemt niet mogelijk zijn geweest zonder het enorme succes van de traditionele scholingsinstituten. Je hoort nu ook kritiek of commentaar dat het verheffingsideaal verdwenen zou zijn. De materialisering van het verheffingsideaal ligt mijns inziens primair bij de hoge vlucht van het hoger onderwijs in de hele Europese Unie. En dat is, denk ik, het voorlopige eindpunt. Er zit een zekere keerzijde aan, en zeker als je de kennisverwerving niet meer kunt duiden in termen van verheffen, dat het verdwijnen van samenscholingen van vertrouwenwekkende gezagsdragers, opinieleiders, religieuze en politieke autoriteiten onrust veroorzaakt, zeker bij personen die om welke reden niet willen kunnen deelnemen aan die individuele zoektocht naar kennisverrijking. Ook zij willen ergens bij horen. Het veroorzaakt onrust, gevoel van onmacht. En zolang dat verlangen van de onzekere burger bevredigd wordt met sprookjes waarvan hij zelf de afloop denkt te kennen, zal steun voor het herinvoeren van de gulden, het verbieden van dubbele nationaliteit of het stoppen van Europese samenwerking voorlopig niet afnemen. Het een is domweg het gevolg van het ander en het is in mijn ogen noodzakelijk, omdat dat dwingt in een samenleving over zaken waarover te weinig uitgewisseld is tot in de kern te bespreken. En dat is in het licht van de huidige opwinding over het afstaan van bevoegdheden en zelfs het overdragen van soevereiniteit, is dat eigenlijk, je zou kunnen zeggen, het is wel goed dat het debat er komt, moet er ook komen, maar het overdragen van bevoegdheden hoort bij een internationale inbedding van welk staatsrechtelijk orgaan dan ook. Zonder het aangaan van verplichtingen die je eigen soevereiniteit tot op zekere hoogte beperken, kun je geen onderdeel uitmaken van een doelgerichte gemeenschap waarbij het gezamenlijke interesse meer oplevert dan het bepleiten en doorgaan van je eigen idee. Ik zeg dus eigenlijk, soevereiniteit krijgt pas betekenis in een interactieve context waarbij op basis van eigen belang gezamenlijke afspraken worden gemaakt over het overdragen van bevoegdheden. Dus soevereiniteit kun je pas uitoefenen als er ook anderen zijn
die zien dat je ze uitoefent. Soevereiniteit in het blauwe hinein bestaat niet. Soevereiniteit is het interpreteren van een afhankelijkheidsrelatie die ertoe leidt dat anderen die soevereiniteit respecteren op basis van afspraak. Toch komt dat steeds terug. En dan denk ik, ja, maar iedere burger die de tram neemt, die geeft voor de duur van de rit een deel van zijn soevereiniteit draagt hij over aan het gemeentelijk vervoerbedrijf. Op basis van een overeenkomst. Anders kan hij niet mee met de tram. Iemand die op dansles gaat, draagt voor die tijd van die les een zekere soevereiniteit over. Dus een echt puur soeverein burger lijkt mij een theoretisch fenomeen. Sinds het verdrag van Lissabon hebben alle 500 miljoen burgers van alle 27 lidstaten een gegarandeerd burgerrecht binnen de geografische grenzen van deze Unie, die op weg is om een nieuwe politieke entiteit te worden. Geen nationale staat, geen federatie, geen confederatie. Het was völlig neues. Zoals ooit de nationale staat is uitgevonden en zoals ooit de federatie is uitgevonden, zal dus ook Europa iets volkomen nieuws zijn waarbinnen de nationale staten en de bewoners van die staten een maximale burgerlijke vrijheid kennen die ze nu minder kunnen genieten omdat de nationale staat ze daarin belemmert. Kijk naar het voorbeeld Hongarije. Dat is dus de toekomst waarin wij ons bevinden. De nationale staat heeft maar beperkt belang bij het respecteren van zijn eigen grondwet tegenover de burgers. De Europese Unie, gedragen door al die 27 lidstaten, garandeert in feite dat pogingen van de nationale staat om ons individuele burgerrecht te beperken worden opgeheven of gecompenseerd. Pas als die situatie optreedt, dat al die 500 miljoen burgers zich bewust zijn dat dat burgerschap de kern is van de Europese Unie, dan zal het vrijheidsbegrip synchroon lopen met het burgerschapsideaal.